Hallo allemaal, vandaag is het de dag van de meteorologie. Meteorologie? Wat is dat? Ja, volgens mij zijn dat sterren, planeten, maan, de ruimte. Laten we dat eens gaan tekenen. Doe je weer mee? De dag van de meteorologie. Wat gaan we dan tekenen? Nou, je kunt sterren tekenen. Een ster, hoe ziet nou een ster eruit? Nou, je kan heel makkelijk zo een ster tekenen. Dat is een kwestie van even oefenen. Je kan ook zeggen van, ik teken zo een ster. En dan hebben we heb je een Davidster. Je kan ook gewoon proberen hem los uit de hand te tekenen. Je ziet al, dat is iets lastiger. Maar als je een heel velletje vol sterretjes hebt, dan op een gegeven moment gaat dat steeds beter. Zo, sterrenhemel, dat kunnen ook natuurlijk gewoon stipjes zijn. Grote en kleine stipjes die niet ver van elkaar staan. Nou, je hebt natuurlijk de maan. Je kunt ook de maan natuurlijk anders tekenen. Zeg maar met de kraters erop. Zo. Zo wordt de maan dus ook wel eens getekend. Je kan hem ook gewoon een volle maan tekenen natuurlijk. En dan. De maan die slaapt, hè. Zo, oogjes dicht. We verkennen natuurlijk ook nog de maan met de slaapmuts op. Zo, kwastje eraan. Ook zijn oog dicht, zo. De slapende maan. Planeet, dat kan natuurlijk ook nog. Het wordt een beetje krap hier, maar we kunnen een klein planeetje doen. En dat is wel leuk als er van die ringen omheen draaien dan, hè, om zo'n planeet. Misschien is dit meer een lolobal. Dat moeten we anders doen. Planeet. Goed, laten we hem eerst eens even zo tekenen. Dan zo, kijk, dit is beter. En dan draait hij ook wat meer los van de planeet. Hè? Zo'n baan om zo'n planeet heen. Kan je ook nog zo. Nou, het is meer een aardappel waar iets omheen draait. We kunnen nog een raket tekenen natuurlijk die door de ruimte vliegt. Nou, noem maar op. Ik zou zeggen, ga hier lekker mee aan de slag. Ga lekker oefenen. En dan zie ik je morgen in de volgende video.